Een zeer goede avond. Welkom bij de niet zo serieuze sprookjes. Als je jong bent, dan worden er vaak sprookjes voorgelezen en dan groei je op, word je ouder en dan stopt dat. Vandaar deze niet zo serieuze sprookjes voor volwassenen. We zitten hier vandaag live in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience in Antwerpen. Met ons geweldige live publiek. En ik heb ook een geweldige gasten van vandaag. Actrice, comedienne. Ik heb er onlangs mee op het podium gestaan. En dat was plezant. Dames en heren, Anne Nelissen. Goedenavond. En we hebben een zeer boeiende titel gekregen, waarvan ik vermoed dat we een heel mooi sprookje gaan eruit puren. Er was eens een bibliothecaris met psychosegevoeligheid. Goed, dames en heren, hier gaan we. Er was eens een bibliothecaris met psychosegevoeligheid. Maar die wist dat niet. Die wist niet dat hem iets mankeerde. Het enige wat de mensen die in het dorp woonden wel konden zien, was dat hij alleen 's nachts in de bibliotheek rondwaarde. En terwijl hij rondwaarde, had hij gesprekken met boeken. Ja. Want hij dacht dat die boeken terugspraken. Maar dat was uiteraard een psychose. Maar de gesprekken die hij had, waren onwaarschijnlijk. Ja, die boeken wisten ook heel veel, behalve er was geen enkel boek dat wist wat psychose was. En ook niet gevoeligheid was. En wat gevoeligheid was, dat wisten ze wel, de boeken. Okay, maar psychose, dat wisten ze niet. Dus ze konden eigenlijk niet goed op zijn vragen antwoorden. En hij had ook heel, dat is heel belangrijk, heel lang haar. Dat sleepte echt meters achter hem aan. Er lag ook van alle rommel op. Want hij wist dat niet, hè, dat hij zoveel haar had. Want hij kon nooit naar de coiffeur gaan. Oké, okay, hij had heel veel problemen, dames en heren. Ja. En op een nacht was hij met zijn lievelingsboek aan het praten. En dat lievelingsboek, dat heette... Hoe gaan we om met verbouwingswerken door Tom, geschreven. Ja, dat was een zekere Tom die allemaal boeken maakte over en verbouwingen. En constant huizen bouwde en die dan terug verkocht. En daar was hij op een nacht mee aan het praten. Hij zei, dag boek Tom, hoe is het vannacht? Goed, zei dat boek. Oh, dat is leuk. Zeg, ik heb last. Van wat? Als ik stap, heb ik altijd het gevoel dat mijn nek blijft hangen erachter. Ja, zie jij niet die rommel die op je haar ligt, dat jij achter je sleept? En hij draaide zijn eigen om, maar uiteraard draaide het haar mee om en hij zag niks. Hij zag niks. Blijf staan, ik hou uw haar wel vast. Stond een tv op ook, hè? Een tv ook? Een tv en een mini-golfterrein. Stond op die staart en daar stonden dus... Twee kindjes geloof, op te spelen. Twee kindjes op te spelen, maar met een grote bal. Niet met zo'n kleine bal, want de gaten waren heel groot in de bibliotheek. En ineens, die kindjes... Ja, maar... Gaan we duwen of wat? Ja, maar dat is, ik weet niet hoe spannend. Ja, die kindjes die slaan tegen die bal met zo'n grote hockeystick. Hè? Die slaan tegen die bal en die bal verdween door de muur. Dus er was een gat. En toen stak de bibliothecaris voor de eerste keer in zijn lange bestaan zijn hoofd door het gat en begon heel erg te gillen. Want hij stak zijn hoofd tegen de plek waar het gat was en er was helemaal geen gat. En hij dacht, hoe, er is geen gat. Ik zie hier een gat, maar er is geen gat. Het is misschien een zwart gat. Het is misschien een zwart gat en hij probeerde nog eens. En elke keer klopte hij met zijn hoofd tegen de muur. Er was helemaal geen gat. Maar er was wel een gat, maar dat was geen gat. En hij zag dat wel. Een negerinepoep. Ja, maar ook die was er niet. En hij stak zijn kop tegen die negerinepoep. En hij dacht, nu bonk ik dat gat in en er was geen negerin. En hij vroeg aan het boek, Tom, wat is er hier aan de hand? Maar Tom wist helemaal niet wat er aan de hand was. En hij vroeg ook, wat is het probleem? Ja, ik zie hier van alles en dat is het niet. Dan denk ik dat we eens een ander boek moeten raadplegen, zei de Tom. Zei de Tom. En zo kwamen ze bij een boekje van Dirk de Wachter.
psychose-gevoeligheid voor bibliothecarissen. Voor zwarte gaten. Ja, dat was een boekje voor een heel groot niche-publiek dat de Dirk de Wachter ooit had geschreven. En er stonden ook tekeningetjes in van een meneer met heel lang haar met een golfterrein op. En toen wisten ze wat er was. Ja, toen wist de bibliothecaris ook van, ja, maar dat ben ik. Ja. En sindsdien heette de bibliothecaris Psychose. Dat was zijn bijnaam. En kwam hem te weten dat hij eigenlijk nooit in een bib heeft gewerkt. Dat hij eigenlijk elke dag in hetzelfde witte kamer in het ziekenhuis zat. En hij beeldde zich dat allemaal in. Door de pilletjes van de verpleegsters. En die gaven hem dat in grote zakken met de naam op, voorgeschreven door Dirk de Wachter. Wat is nu de moraal van dit verhaal? Dat als je op een middag, een zondagmiddag als 30 graden is, ergens zit met heel veel volk in een bibliotheek en zijn sprookjes aan het voorlezen, dat je weet, deze kan niet kloppen. Dat je waarschijnlijk in een wit kamertje zit en dat tijd is om je ogen open te doen. Slaap lekker. Thank you.